Bedankt voor de vraag. Ja, kijk, voor een jurist is het zo dat als je de wet niet kent, dat dat geen reden is om te zeggen dat je hem overtreedt. Maar ja, weet je wat ik nou heb geleerd? Is dat heel veel mensen kennen de wet niet. En ik heb in Amerika heb ik daar een experiment op gedaan. Ik heb aan mijn collega's daar gezegd dat ik een vak ga geven over de Third Amendment. De Third Amendment is een hoofdonderdeel van de Amerikaanse grondwet. First Amendment, Freedom of Speech, Second Amendment, the right to carry guns, Third Amendment. Ik zei tegen mijn collega's, ik ga een vak geven. En dit zijn beroemde rechtsgeleerden in Amerika. En ze keken me allemaal een beetje embarrassed, maar ook bemused aan toen ik het over had. Want ze wisten bij God niet waar ik het over had. Ze wisten niet wat in de Third Amendment stond. En jullie weten dat ook niet. En de hele tijd terwijl ik erover praat, weet je nog steeds niet wat het is. En dat wisten zij ook niet. De Third Amendment gaat over dat burgers niet verplicht kunnen worden om soldaten in hun huis op te nemen in vredestijd. Grappig voorbeeldje, raar voorbeeld. Maar de hoofdles is, mensen kennen de wet niet. En als ze de wet niet kennen, hoe kan dat recht dan hun gedrag ooit beïnvloeden? En dat is een inzicht dat veel juristen nog echt moeten leren.